Goedemorgen Erwin, je spreekt met Robert Kovacs vanaf mijn kantoor in Hendrik Ido Ambacht. Dag Erwin, ik heb jouw profiel ben ik tegengekomen op de post van onze waardevolle connectie Koert Verriet. En Koert heeft mij gevraagd om jou te bellen, want jij was geïnteresseerd in groei via LinkedIn. En mag ik uitleggen wat ik met jou ga delen? Ja, dankjewel Erwin. Erwin, mijn bedrijf Winstgarantie is gespecialiseerd in het realiseren van omzetstijging en winstverhoging voor diverse bedrijven en ondernemers op no-queue, no-pay basis. En mijn vraag aan jou is, als ik jou een manier kan laten zien hoe jij meer omzet en winst kunt genereren dankzij referenties van andere ondernemers, zou je daar dan 15 minuten van je tijd voor over hebben om hier serieus naar te kijken? Kijk, jij bent open-minded en dat is ontzettend belangrijk. Ik maak eventjes een notitie. Om te beginnen, Erwin, wil ik eerst een belafspraak met je maken. Want ik ga je achter de schermen laten zien hoe je zoveel mogelijk cliënten, klanten, kopers en orders kunt krijgen als je maar aan kan voor maar 3% van je omzet. En dit is vertrouwelijke en waardevolle informatie en je kunt dit direct toepassen om meer verkoopomzet en winst te creëren met minder kosten, wat ontzettend belangrijk is. Dus mijn vraag is, Erwin, wanneer kan ik jouw volledige aandacht krijgen voor ongeveer 15 minuten? Mijn naam is Robert Kovacs. Juist. Ja hoor. Donderdagmiddag. Laat me eens even kijken hoor. Donderdag. Ja, perfect. Donderdag. 1 uur. Wat ik ga doen, Erwin, is... ik zou je eerst willen vragen, maak een notitie bij onze afspraak. Meer verkoop, meer omzet, meer winst, minder kosten. Dat zal de waarde zijn die ik met jou donderdagmiddag om 1 uur ga delen. En wat ik ga doen, ik ga jou voor 8 uur vanavond... ga ik jou een e-mail sturen met aanvullende informatie. Inclusief onze afspraakbevestiging voor donderdag om 1 uur. Bij deze wil ik je alvast bedanken voor je vertrouwen en je tijd. Ik kijk er naar uit om je beter te leren kennen en je te laten zien hoe wij gezamenlijk win-win-win in de markt kunnen creëren. Nee, helemaal niet hoor. Nee, gewoon aanvullende informatie inclusief onze afspraakbevestiging dus. En donderdag gaan wij het een en ander doornemen. 4. Nee, ik stuur je informatie via e-mail van LinkedIn. Dus daar heb je geen omkijken naar. En donderdagmiddag om 1 uur bel ik je via de telefoon. Oh, natuurlijk. En jouw mailadres zie ik die. Laat maar eens even kijken hoor. Ja, meterinsight.com. Ja, ik zie het. Ga ik in orde maken, Erwin. Bedankt voor je vertrouwen en je tijd. En we spreken elkaar donderdag om 1 uur. Fijne dag, hè. Graag gedaan. Yo.